onze board meeting is tegenwoordig in het Engels, waar wij vroeger in feite plat spraken in de Achterhoek. Ik werk inmiddels 24 jaar bij allerlei voorgangers van 4Farmers. Al jaren werkzaam dus in deze sector. En ik doe dat nog elke dag met veel plezier. We hebben meer dan 30 locaties. Op deze locatie worden 650.000 ton mengvoer gemaakt, specifiek voor varkens. Nou, we zijn de laatste jaren zeer sterk gegroeid in omzet. Dat heeft te maken met een stuk autonome groei in bestaande markten. We hebben veel nieuwe klanten kunnen winnen doordat we gewoon goede producten leveren, een stuk goede kennis. Daarnaast hebben we een aantal grote overnames gedaan en daardoor zijn we snel gegroeid en zijn we op dit moment de grootste van Europa qua mengvoer. U ziet hier het lossen van het schip. Veel van onze grondstoffen komen van al over de wereld. Dat betekent die worden aangevoerd in Rotterdam, Amsterdam, gaan in een binnenvaartschip en hier worden die schepen gelost. We hebben de kwaliteit van die grondstoffen, dan weten we al meer van. De analyse gebeurt al in de zeehaven. En afhankelijk van de kwaliteit van zo'n grondstof wordt die opgeslagen in de silo's die u hier ziet. Het vier keer winnen van de gazelle heeft ons veel publiciteit gegeven. Ik denk dat het voor onze klantenkring is het niet zo belangrijk, maar de omgeving daaromheen is het denk ik toch, ja, geeft een soort uitstraling van ja, wat wij als 4Farmers doen. Wij hebben heel sterk te maken met verandering op de grondstofmarkt. Ja, dat heeft heel veel consequenties voor ons bedrijf, dus daar zullen we ook een heel goed risicomanagement op hebben. En dat zullen we in feite ook goed moeten beheren. En ja, daar zit een heel stuk van ons management aandacht in. Ja, we bevinden zich hier in de centrale regelkamer. Vanuit deze regelkamer wordt de hele fabriek aangestuurd. De orders komen binnen via SAP, het autoriseringssysteem wat we hebben. De grondstoffen heeft u gezien, komen binnen. Vervolgens wordt hier het mengvoerproces opgestart. Afhankelijk van de orders worden er verzamelorders gemaakt. Wordt gekeken, kunnen we bepaalde producten gezamenlijk produceren. En wordt er een productieplanning gemaakt? Nou, sowieso gaf me dat in het verleden al een trots als ik hier op het terrein rondliep. Maar goed, op zich is dat nog steeds. Gewoon het aan andere mensen uitleggen wat wij doen, vind ik alleen al mooi werk. Ik wil in ieder geval alle winnaars van de FD Gazelle zeggen van, ja, blijf werken aan de toekomst. Het motto binnen 4Farmers is onder andere, wat we vandaag goed doen, moet morgen beter.